oog in oog staan met God. Of ik nou zelf geloof in God of niet. Ja, u denkt, Zwageman kletst uit zijn nek. Als wij leven in een wereld waarin we afscheid hebben genomen van God, van God losgeraakt, God is een plot, betekent dat niet dat wij ook afscheid kunnen nemen van de individuele behoefte bij iedereen aan een soort godheid. Ook al hebben wij God doodverklaard, er is in ieder mens een soort intrinsieke behoefte naar het hogere, naar het grotere, naar het transcendentale. Als we God dan in de ban doen, waar vroeg God asiel aan? In vermomming en onder schuilnaam waart God rond in talloze musea van moderne kunst. Velen onder ons houden toch wel degelijk rekening met het feit dat er iets zou zijn. Eeuwenlang hebben wij dat iets gewoon God genoemd. En sinds God is vervangen door iets, staan wij eigenlijk enigszins met lege handen. Dat ietsisme, dat tiert welig. De behoefte aan een God blijft dus wel degelijk bestaan. Hoe noem je vervolgens de mens die evenmin een boodschap heeft aan het hogere of het spirituele, maar die uiteindelijk wel wil blijven genieten van alles wat gemaakt is uit naam van die God. Of in het hogere in het algemeen. Muziek, gebouwen, gebeden, rituelen, feesten, pelgrimstochten, gemeenschappelijke maaltijden en verluchte manuscripten. Zijn deze mensen, de niet betalende meelifters in het treintje naar het spirituele dromenland, verstekelingen aan boord van het fregat God, Boeddha, Krishna, Allah? Het is en blijft een feit dat met de dood van God er nog steeds heel veel religieuze kunst wordt gemaakt. De grootste nieuwlichters van de 20e eeuw hebben verklaard door God te zijn aangeraakt. Hebben een schakel ervaren met een actief geloof in God. Of hebben dat in hun werk laten resoneren. Spiritualiteit in alle mogelijke denkbare kunstwerken. Tegen wil en dank, religieus geïnspireerd, tot aan het einde toe. Het beginpunt van een hele weg om God te vatten. In een abstract beeld. In pure abstractie. Wat wij vaak zijn geneigd om te vergeten. Dat past eigenlijk niet in ons collectieve beeld. Het onzegbare, het sublieme na te streven. Een religieus geïnspireerde kunstenaar in een wereld die afscheid had genomen van God. Hij eindigde steeds duisterder. Hij wilde in gesprek met de grootste. Losgezongen van de aarde. Radicale transcendentie. Een plek creëren waar iedereen, van welke religieuze gezindte dan ook, welkom was. En waar iedere religie elkaar ook zou kunnen ontmoeten. Je werd binnengezogen in een nieuw universum. Je stond oog in oog met een soort sublieme rust. Niet lang na het voltooien van die werken pleegde hij zelfmoord. Zoals wel meer van zijn broeders in de kunst. Oog in oog staan met God. Afdoen als een soort hogere luchtfietserij. Ze zeggen ook net niet hogere wartaal. Niet meer verklonken aan een kerkelijk bestaan, aan een soort geloofsovertuiging
binnen de vier wanden van de kerk is te verkleinen. Een soort geloofstrijd. Soms letterlijk op leven en dood. Een niet-gelovige auteur liet zijn personages met God, dood en leven laat worstelen. Woest in de strijd met het bestaan van God. Ik geloof wel in God, maar ik val hem niet lastig met mijn eigen kleine geloof. Oog in oog met het zwijgen van een onbereikbare God. Die God is niet alleen onbereikbaar, maar in zijn onbereikbaarheid houdt hij ook nog eens een keer zijn alomtegenwoordige mond. Vandaar dat er zoveel geknakte levens zijn. Heel veel schrijvers en kunstenaars raken ten prooi aan een depressie. Overleden vroeg door overmatig drankgebruik. Sloegen de hand aan zichzelf, pleegden zelfmoord. De tragische kunstenaarslevens zijn legio. Misschien wel door die enorme ambities die ze koesteren. Alsof ze het gewicht van God zelf met zich mee moesten dragen. Alsof het grootste van het grootste van het grootste niet genoeg was. Dat zou heel snel teutoons en pathetisch worden gevonden in Europa. Wie had kunnen bedenken dat zelfs Andy Warhol na zijn dood zou worden geïdentificeerd als in wezen ook een religieus geïnspireerd kunstenaar. De kunstenaar bij uitstek die een wereldwijde bewondering geniet bij allerlei mensen die van zichzelf veel willen zeggen, maar niet dat ze gelovig zijn. We moeten in een wereld waarin God verdwenen is, mensen een soort religieus houvast geven. Geef het groeiende aantal spiritueel geachte moderne kunstenaars het museum, de nieuwe kerk te laten zijn voor onze tijd. Het kost weinig moeite om God, waar hij ook mogen zijn, in stemmen te zien knikken. Dank u wel.